Piet Caspers 100 jaar. Nieuwe burgemeester is bekend. En de Volkshogeschool heeft een nieuwe directeur. Welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 29 augustus 2020. Woensdag werd bekend wie de nieuwe burgemeester van Terschelling wordt. Het is mevrouw Caroline van der Pol, die op dit moment nog werkzaam is als wethouder voor de VVD in de gemeente Koggeland. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad. Mevrouw van der Pol wordt omschreven als een empathische persoonlijkheid, een echte teamspeler en die sterk belang hecht aan de samenwerking met andere eilanden en gemeentes. Mevrouw van der Pol zal op 28 oktober worden geïnstalleerd. Gisteren kreeg snelboot de Tiger een technische storing en is voor onderzoek op één motor naar Harlingen gevaren. De afvaarten van de Tiger vervallen vandaag zaterdag 29 augustus in ieder geval. En of het voor de komende dagen nog gevolgen heeft, is nog niet bekend. Alle passagiers die een van de uitgevallen afvaarten geboekt hebben, worden omgeboekt naar de veerdiensten en ontvangen zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht. Helaas heeft een aantal evenementen de stekker eruit moeten trekken. Van de week werd bekend dat evenementen van meer dan 250 personen in verband met de coronamaatregelen niet mogen doorgaan. Het filmfestival en de survival zijn de eerste die hun voorbereidingen staken. Hoe het springtij en de berenloop zal vergaan is nog onzeker. Gisteren hadden we op het eiland een bijzondere jarige. Piet Caspers werd 100. Wij gingen even langs. Nou, dit, voor de muziek uit zeggen ze wel eens, hè? Ja, nou. Wat we wel weten. Wat we wel weten. Hoe gaat het vandaag? Nou, prima. Zijn er nog veel feestelijkheden of niet? Nou, nee, ik dacht het niet. Nou, dit, hè? Maar verder is Heeft de wethouder je al toegesproken? Ja. Okay. Ja, de plaatselijke vervanging van de burgemeester. Ja, want ja, die is er natuurlijk. Nee, die was er niet. Nee. En ik heb een brief gehad van de koning en de koningin. Aha! Oh, dat, is natuurlijk, dat krijg je natuurlijk als je 100 wordt. Ja, meestal wel. Ja. Ja. Hoe waren die 100 jaar, Piet? Ben je er blij mee? Nou, ja, zeker. Ik ben blij dat ik het gehaald heb. En je bent nog fit, hè? Nou, ja. Ik ben nog goed bij de tijd. Ja. Ja, ik vergeet wel eens wat. Ja, ja, dat doe ik ook, hoor. Ja, ja. Maar, dat helpt niet. Verder ja, ben ik wel... Maar goed. Alleen, ik heb een beetje in de rug, maar een beetje. Dat is een kleinigheidje. Ik heb zoveel gedaan. Ja, je hebt hard gewerkt altijd. Man. Hoe lang ben je echt actief geweest als timmerman? 15 jaar. 50? 15. Nee, je bent toch veel langer actief als timmerman? Ja, maar van 15 jaar af. Of van 15 jaar af, dus zei je 85 jaar? Ja. Ja. Ja, zeker. Je bent 85 jaar timmerman. Ja. Ja. Ja, wie kan dat zeggen? Ja, ik fiets nog. Ja, en je fietst nog en je timmert ook nog af en toe. Ja, nou, wat een heel weinig hoor. Ja, maar toch wel. En ik koop mijn eten nog. Alles doe ik zelf. Dus een nieuwe verkering? Nee, dat, nee, dat zit er niet meer in. Nee, dat is afgelopen. Wat is de mooiste tijd van die 100 jaar geweest? Oh, dat ik getrouwd ben en met de kennis. Ja, dat was de mooiste tijd. We gingen gewoon met vakantie naar de Canarische eiland. Oké, in die periode al? Ja, nou, dat waren we in de jaren 50, zeg maar. Ja. Elk jaar gingen we erheen. Oké. 4 dagen. Wat leuk. Ja, dat was prachtig altijd. Dus jullie hebben een hele goede tijd gehad eigenlijk in je huwelijk? Jammer dat mevrouw overleden is, maar... Ja. Hoe oud is die geworden? 87. Dat is ook niet niks, hè? Oh nee, ook wel aardig. Maar ja, toch al 11 jaar dood. Ja, maar ja, goed, dat heb je, als je 100 wordt, dan gaan er een hoop mensen om je heen gaan weg van. Ja. Maar ja, verder, nou ja, ik heb een goed leven. Ja. Ik heb alle familie om me heen. Ja. En doen een hoop voor mij. En ja, wat moet ik nog meer zeggen? Je hebt net 2 jaar geleden ook nog een boek uitgebracht, hè? Ja.
Een Barnetiet. Barnetiet? Ja. Ja. Gaat het goed met het boek? Nou, het is ook uitverkocht. Hè. Oh, het is uitverkocht? Al lang. Ah, ja, joh. Moet er geen tweede druk komen dan? Nou ja. Eigenlijk wel, hè? Fantastisch. Heb je nog andere plannen of niet? Nee. Je neemt de dag zoals het is? Ja, ik doe elke dag hetzelfde, dat is een beetje. Ja. Je loopt ook veel, hè? Huh? Je loopt ook nog wel redelijk veel, hè? Nou, nee, twee lopen. Nee, fietsen. Ja. Fietsen? Fietsen doe ik elke dag. Oké. Okay. Ik vlieg helemaal de dijk langs. We gaan op alle acht om of wat dan ook. Ja, precies. Mooi weer is. Doe je elke dag? Nou, niet elke dag. Maar ik ga als het altijd, goed weer is? Ik ga altijd even naar de haven toe. Nou, daar zit dan ook iemand waar ik mee praten kan. Ja. Maar ik heb geen één maat meer. Zijn allemaal weg? Allemaal weg. Ja. Ja. Ja, dat is wel vervelend. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Dus ik ben heel tevreden. Nou, super. Geniet er nog maar even van. Ja, nou, dat... ik hoop dat ik nog een paar jaar door. En volgend jaar spreken we elkaar weer. Prima. Heel veel plezier. Ja. En we komen elkaar weer tegen. Ja. Ja. Hoe is dit, Jeltje, om zo'n taaie man die gezond en wel 100 wordt? Ja, dat is heel bijzonder. Zeker op de manier hoe die 100 wordt. Is dit jouw eerste in deze conditie hier voor je staat? Ja, dit is de eerste die echt zo in deze conditie voor mij staat. En het is gewoon heel bijzonder, want ik zei het straks ook al. Dit is ook nog eens een keer de oudste vrijwilliger van Terschelling. Hij is mantelzorger, helpt mee in de stielen, is hij actief als vrijwilliger. Bij het Bunkermuseum is hij actief. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Nee, ik denk weinig mensen. Ik weet nog dat ze het erover hadden van over deze dag. Toen zaten we bij het Bunkermuseum en bij de tigerstelling. En toen zegt hij tegen zijn zoons: ja, maar jullie moeten wel omdenken, want ik moet ook hier nog naartoe die dag. Dus nou, met andere woorden, hadden we eigenlijk te druk. Je moet niet te vol maken. Nee. Niet te vol plannen, want dan kom ik in tijd nodig. Ja, precies. Want hij had ook andere dingen te doen. Nou, zo ja, dat is toch fantastisch. Ja, ik vind dat heel mooi. En ik gun hem dat. Nog heel veel jaren zo. Ja, we gaan hem nog een paar keer tegenkomen op zijn verjaardag. Ik ben bang van wel. Ik ben bang voor wel. Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Dat vinden wij helemaal goed. Ja, ik ben blij dat het alles nou een beetje bevatten kan. Ja, precies. Alles werkt nog goed. Ja, precies. Ja. Maar je staat ook nog. Recht. Ja. Het wordt te gaan nadoen, te kopiëren. Dan ga ik wel even nadoen, ja. Natuurlijk. Dat is wel mijn bedoeling. Dat je denkt van hij 100 dan ik ook. Nou, misschien wel ietsje meer. Ik weet het natuurlijk, hij is er nog. Ja, maar hij kan natuurlijk sowieso meer dan 100. Nou ja, daar gaan we vanuit. Vandaag is al meer dan 100. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, vandaag is al meer dan 100. Ja, tuurlijk. 100 man. Ja, hij zette ons wel een beetje voor het blok natuurlijk. Want ja, we moeten er overheen. Ja, je moet presteren. Je haalt hem niet in, hè? Nou, voorlopig niet. Nee, nee. 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 Maar dus, nou ja, goed, het zit wel. Jullie zijn als de genen goed gekopieerd, dan moet het kunnen. Ja. Jij bent ook al nog topfit. Ik ben topfit. Jij werkt nog? Ik werk nog. Jij bent hoe oud nu? 73,5. Moet je nagaan. En je bent nog steeds een steenzet ook, Theo, hè? Nou, aan en toe. En een beetje mossel en oesters en van alles. En hier staat het in. Bomans. De 100-jarige. Ja, dit komt zeg één keer in 100 jaar voor. Maar dat is echt zo, hè? Ja. Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk dat je nog zo bent en dan als je 100 bent. Bizar eigenlijk. Hè. Maar ja, het probleem is, het goede van hem is dat zijn hoofd zo heel goed is. Hè. Hij is zo scherp als een pist. Dus, ja, dan kan je het misschien toch lang volhouden. Ja. En regelmaat. Hè. Regelmaat. Ja, hij heeft een heel goed schema. Ja, 's morgens vroeg op. En op tijd naar bed. En op tijd eten. Op tijd dit. Op tijd dat. Ja, misschien is dat de sleutel tot de ouderdom. Dat weet ik niet hoor. Prachtig. Dat weet je toch nooit. Nee. Kijk, zolang het allemaal goed gaat, dan kan je het lang volhouden. Maar als je begint te sukkelen, dan is het vaak een opeenstapeling, hè, van het een naar het ander. Ja. Maar het is een wonder. Ja. Gisteren was er ook iemand die zei van, hij wordt 100. Hoe oud bent u dan? Ja, ik zeg maar 75. Ja. Ja, ze zegt natuurlijk. Hij was 25 toen ik... Mijn vader. Ja, dat heb je dan, hè?
Ja, maar ik bedoel, jullie zitten natuurlijk in een groep mensen die allemaal zo fit zijn als wat. Ja, ja. Theo is ook zo fit. Ja, we zijn allemaal fit. We keren eigenlijk niks. Nee. En ja. Maar ja, ook zijn ouders zijn ook allemaal oud geworden. Mijn opa en oma. Het is een familiekwaliteit. In de 90. Ja. Al snel na de aankondiging van de coronamaatregelen kon u iedere zondagochtend de kerkdienst van de gezamenlijke kerken via Terschelling TV bijwonen. Hoe gaat het eigenlijk met de kerken en al hun andere activiteiten in dit coronatijdperk? Hessel sprak met Ernst Somers en Mathilde de Graaf. Corona op Terschelling betekent voor de kerken op Terschelling ook grote gevolgen. We hebben vanaf 19 maart met de ecumenische gemeente van Terschelling... Ja. Alle diensten gedraaid vanuit de katholieke kerk in Misland. En ik sta nu bij Mathilde en bij Ernst. En hoe is dat voor jullie geweest? Het was wel even wat anders. Ja, het was heel iets anders. Het was natuurlijk heel snel schakelen. Maar doordat dat kon, waren we ook heel snel erbij. Maar het is wel wennen dat je zonder gemeente bent, zeg maar. Die is er wel, maar die kijkt natuurlijk. Maar er is geen gemeente in de kerk. Geen gemeenschap, zeg maar. Waarbij je een bepaalde interactie hebt. We hebben die interactie met elkaar, maar die hebben we van tevoren afgesproken. En bij een kerkdienst komen mensen gewoon binnen en die maken een dienst mee. En die kunnen zeg maar live reageren. Ja. Wij hebben het ingestudeerd, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is toch. En ja, die mensen zijn er niet. Nee. Jullie draaien normaal apart van elkaar natuurlijk. Ja. En nu in één keer bij elkaar. Hoe is dat? Nou, dat doen wij eigenlijk ook wel door het jaar heen heel vaak. Wij hebben heel regelmatig interkerkelijke diensten. En wij zijn eigenlijk, nou kan ik gelijk de gelegenheid even te baat nemen voor één kerk op Terschelling. Maar dat is nog niet zo, maar dat zijn we nu toch eigenlijk wel 5 maanden lang achter elkaar. Maar het is waar we de ernst zeggen, je merkt als, je merkt als nooit tevoren dat je vieren samen doet. Samen met mensen, met de sfeer in de kerk en... We zijn natuurlijk blij met dat er iedere keer muzikanten op de Terschelling zijn die hier gaan zitten te spelen. Maar ook die spelen zonder resonans van kerkgangers, van publiek. Je mist de kuchjes. Ja. Je mist de kuchjes en je mist ook, nou dat weet jij ook als geen ander, je voelt altijd of iets pakt of dat iets niet pakt. Ja. En ja, dat heb je nou niet. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg blij met jullie die er van begin af aan bij waren als Terschelling TV. En het was natuurlijk een noodoplossing. Maar op deze manier konden we wel verder vieren. Ja. En dat, in die zin zijn we heel blij met jullie. Ja. Een noodoplossing die ondertussen wel al 6 maanden aan de gang is. Ja, dat is apart. Hè? Ja. Dat is zoiets apart. Hoe zijn de reacties op van jullie eigen... Parochiaan, hoe noemen ze dat? Nou, de reacties zijn gewoon heel goed. Niet alleen vanuit de eigen achterban, maar vanaf het eiland. Maar ja, we hebben nu ook door Terschelling TV geen drempel naar de kerk en toe. Dus iedereen kan ook deze kerkdiensten meebeleven. Je kan het op ieder willekeurig tijdstip kun je inloggen. En wat mensen, wat ik van de week ook nog van iemand hoorde zeggen, die zei van wat ik nu kan doen, wat bij een gewone kerkdienst natuurlijk niet zo is, is dat ik denk van heb ik dat nog goed gehoord? Ik wil nog eens een keer beluisteren. Ja. Ik ga nog een keer en nog eens even weer goed. En soms beluisteren mensen een dienst wel 3 keer. Ja, dat zijn ook dingen. Die kunnen nou en dat kan anders niet. Nee. Nee, en dat is inderdaad zo. Wij doen dat nu samen. Maar dat is ecumenisch. We hebben heel veel diensten samen. En je zou kunnen zeggen dat dat ook een goed bewaard geheim is. Eigenlijk zijn wij één kerk. Dus we zijn wel verschillende. Je hebt wel verschillende gemeentetjes. Hè? Ja. Maar eigenlijk zijn we één kerk. En dat wordt in die gezamenlijke diensten wordt dat altijd benadrukt. En hier, door deze coronasituatie, krijgt dat weer extra beweging. Input, zeg maar. Ja.
Jullie hebben binnenkort weer op het strand een dienst, ja. Een buitenluchtdienst. Dat is op 13 september. 13 september. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, dat doen we ieder jaar. Voorheen noemden we dat wel startdiensten. Maar dan zeiden we, wat starten nou eigenlijk? Het is een stranddienst op de tweede of de derde zondag van september. En op het groene strand. En met de horizon voor ogen. Fantastisch. Ja. Ja. Gaan we door. Ja. Met de Schelling TV in de kerk. Nou, dat is niet alleen op de Schelling, maar dat is ook in heel Nederland, wordt dat gewoon een discussie die we nog niet eerder gehad hebben. Want iedereen heeft nu ook het online vieren ontdekt. En wat betekent dat nu voor de toekomst? Dus dat weet je niet zo goed. He, wat ook bijvoorbeeld een ervaring nu is, dat vertelde ik zo net nog niet, maar dat is... mensen worden op hun gemakje wakker, zondagsmorgens. Ja. Stoppen even een broodje in de oven, kopje koffie erbij. En je gaat lekker rustig, ga je met je dienst in. Maar kerk zijn, dat mag ook. Ja. Maar kerk zijn bedoelt natuurlijk ook vooral om je in beweging te brengen. Ja. En stel je nou voor dat iedereen zegt, straks heerlijk, ik zit hier lekker op mijn eigen, naar die dienst te kijken, ik ga niet meer naar de kerk toe. Ja, dan houden wij lege kerken. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat wij willen. Nee, dus in die zin. Nee, dat snap weet ik. Je, hoe moet dat nou, hè? Maar ondertussen kijken er wel elke week 800, 900 mensen onder. Ja. Dat zijn natuurlijk best wel aantallen die je normaal fysiek nooit haalt. Nee. Dat is wel heel leuk. Dat is ook heel weer leuk. Zo. Ja. En ook verbonden met heel Nederland, hè? Niet alleen met Nederland, dat bedoel maar ik. Heel dus, Nederland kan aankleden. Ja. Dus veel van onze gasten. Ja, leuk. Maar een puntje, zeg maar, is bijvoorbeeld dat je in onze gewone kerkdiensten noemen we altijd mensen bij name soms, hè? Ook in onze gebeden. Ja. Dat kunnen wij nu niet doen. Nee. Omdat het dus de zeg maar, de kleinschalige structuur waarin dingen tot z'n recht kunnen komen, dat is hier nu niet meer. Dus dat is ook iets wat je... En die privacy, hè? Ja, precies. Dus daar heb je mee te maken. Dat blijft lastig. En wil jij ook nog een vraag beantwoorden? Jij bent al sinds 19 maart kerkganger. Ja. Hoe bevalt dat? Ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik ben van nature een atheïst. Maar ik ben wel... zoals ik het ervaren heb, vond ik het heel mooi. Ja. Vond het fantastisch om te doen. En, maar ik vind het ook de integriteit die eruit straalt en de manier waarop jullie het aanpakken, die spreekt me zeer aan. Ja. Dus in die zin heb ik ervan genoten. Dus daar is geen twijfel over. Dat is mooi. En ik voel me ook zeer vereerd dat wij het mogen doen. Ja. Ook voor de mensen die niet de kans krijgen om jullie te bezoeken fysiek, zeg maar. En wij zijn er ook heel blij mee, hoor. En voor de mensen thuis, er zijn elke week 4 lampen staan hier opgesteld in de kerk. 4 camera's, een geluidswagen buiten. Dus dat het integer overkomt, dat heeft ook te maken met de manier waarop jullie toch inzoomen en beeld verplaatsen. Maar het is ook het bewustzijn dat je gewoon iets toevoegt aan de community, zeg maar. Als de Schelling als geheel. Ja. En dat vind ik toch wel integrerend. Ja. Het is iets heel speciaals natuurlijk. Het is heel speciaal. Ja. En ik hoop dat we dat nog een tijdje zo houden. Ja, dat lijkt er wel op, hè? Ja, het lijkt er wel op. Alhoewel we natuurlijk niet hopen dat corona nog een tijdje blijft. Maar dat is weer anders. Maar we zullen zien. We zullen zien. Ik wil je hartstikke bedanken. Corrie is natuurlijk nu niet meer. Nee. En Ben die vandaag ook zijn bijdrage heeft geleverd. Ja. We gaan volgende week weer vrolijk verder. Oké. Is het. Dank je wel. Hartstikke bedankt. Mooi. Tot dan. De brandende vraag is bijna letterlijk deze week. Waar haalt de brandweer water vandaan? Het jeugdteam zocht antwoord. Nou Marit, je vraag is binnengekomen. We zitten hier warm. En hier om de hoek is Brent van de brandweer. En wij gaan daar de vraag oplossen. Hey Brent. Hoi. Wij hebben de vraag gekregen. Waar haalt de brandweer het water vandaan hier op het eiland? Waar haalt de brandweer het water vandaan? Ja. Hij brandt, bedoel je? Nou, gewoon, ja. Nou, eerst brand. Uit de brandweerauto. Ja? Want in de brandweerauto hebben we een 1500 liter water. Dus dan kunnen we de eerste aanval doen. En daarna uit de kraan. En uit de kraan? Uit de kraan? Ja, gewoon uit de kraan. Maar het is niet gewoon de kraan van de buurvrouw. Dacht al. Dan kan ik je wel laten zien waar die kraan zit. Ja? Ja, ik weet, dan pak ik ook de rest dat we gebruiken om het water eruit te halen. Ja.
Weet ik niet of je dat er zelfs is opgevallen, maar je zit af en toe van die putdeksels in de straat en er staat dan op brandkraan. En dan kun je ook zien aan de muur zit er vaak een bordje. Oh. En daarin zien we hoe groot de diameter is van de kraan. En hij zit op 1 meter van het bordje naar links en 3,5 meter naar voren. Ja. En dan kun je hem ook als het sneeuwt kun vinden. Nou, dan hebben we een opzetstuk en een kraansleutel. En met de kraansleutel maken we de put open. Haal die eruit. En dan draai je hier de kraan mee open. En dan komt het water hier eruit. Er komt terug van een brand, dan doe je het ook echt nog met deze. Ja, en dan vullen we vanaf deze vullen we de tank weer vol. En dan staat de auto weer klaar om uit te rukken. Zijn er 2 brandweren hier op het eiland? Ja, we hebben 2 korpsen. Korps van Westerschelling hier. En wij zorgen voor het gebied tot ongeveer de pizzeria. Ja. En dan heb je het korps van Midsland. En daar werken, maar beide korpsen werken ongeveer 18 mensen. En het korps van Midsland zorgt dan vanaf de pizzeria tot en met de Oosterend en de Bosplaat. En hoeveel auto's is het dan totaal op dit eiland? Nou, we hebben 2 tankautospuiten. En wat het al zegt, tankautospuiten, is dat er een tank met water in zit. Ja. En die zijn allebei 4x4, speciaal voor op het eiland. Dus het is net als de jeep dat je gewoon ook in het terrein kunt rijden. En bij natuurbranden dat we kunnen inzetten. En dan hebben we nog een ondersteuningsvoertuig, dat is bij ons een bus. En in Midsland hebben ze een jeep. En speciaal voor onze officieren van dienst en onze medewerkers vakbekwaam. Dat zijn niet anders dan onze leraren, die komen vanaf de wal. Hebben we nog deze polo erbij. En laatst was er ook een klein brandje op het eiland. Toen zag ik Trip Hek erbij staan. Wat heeft Trip Hek, die voor functie? Trip Hek helpt ons altijd, want wij hebben 1500 liter water. Midsland heeft op dit moment 3000 liter water op de auto. Dus dan heb je maar beperkt hoeveelheid water. En bij natuurbrand heb je vaak heel veel water nodig. En het voordeel is dat Trip Hek heeft al die grote giertanks. En die doen ze speciaal als het droog is voor ons. Zetten ze die al vol met water uit de sloot. Ja. Zodat ze heel snel bij ons kunnen zijn en dat wij kunnen doorblussen zonder dat we weg hoeven bij de brand. En echt speciaal auto's voor het eiland? Je moet het zien, is dat de auto zoals die nu staat, is het bijna hetzelfde als een brandweerauto in Leeuwarden die rijdt. Alleen hij staat hoger op zijn wielen en hij is 4x4, want in Leeuwarden hebben ze geen 4x4 auto's nodig. Oh, ja. Maar verder zit eigenlijk alles wat hierop zit ook op een auto in Leeuwarden of in Vraneker of in Harlingen. Nou, het is misschien wel leuk om eventjes door de auto heen te gaan, want we doen natuurlijk meer dan alleen brandjes blussen. Ja. Dit is ons hulpverleningsgereedschap. Op het moment dat er een auto op elkaar botst en de mensen zitten vast en de ambulance heeft onze hulp nodig om die mensen eruit te halen, hebben we een aantal gereedschappen om te spreiden, om te knippen en er is een ram om te buigen. En dan kunnen we een auto zo openmaken als een sardineblikje, zodat we de patiënt op een veilige manier eruit kunnen halen. Nou, dan hebben we hadden het net gehad over het water, wat uit de kraan komt. Nou, dat moet natuurlijk ook in de auto. En soms moet het ook vanaf de auto naar een brandend huis. Want je kunt niet altijd de brandweerauto voor het huis parkeren. En daar hebben we een hele grote voorraad lage druk transportslangen. Dat zijn deze. We hebben 3 blussystemen. Lage druk, hoge druk en schuim. En schuim zit aan de achterkant. Hier zit de pomp. Kijk, soms hebben we ook de mazzel dat je dicht bij het duimertje zit van hee bijvoorbeeld, of bij een grote sloot. En dan kunnen we hier met de zuigslangen die bovenop liggen, zuigen we het water gewoon uit de sloot. Oh, ja. En hierachter, dit is de pomp en hierachter zit een grote watertank. Dus en dit zijn de afsluiters waar het water door naar buiten komt. Ja. En daarboven, die gele slang die je daar ziet, dat is de schuimblusser. Daar hebben we maar 1 van. Hoe wordt dan het schuim hier gemaakt? Dat zit hier. Dit is gewoon een hele grote bak met zeepsop. Ja? En dan haalt hij de menger, dat is dit apparaat, die haalt het water uit de tank. Ja? En die mengt het samen met dat schuim en dat komt dan uit de straal. En daar heb je meestal genoeg aan? Meer dan, ja. Oh, maar je moet je voorstellen dat schuim, daar zitten natuurlijk wel stoffen in die zorgen ervoor dat die vlammen eraf gaan. Dus er zitten zouten in en er zijn allemaal chemicaliën in, zodat je snel kunt blussen. Maar dat kun je dus niet gebruiken in de natuur, want dan is de schade aan de natuur
veel groter dan een brandje. Want dat zie je een jaar later niet meer. Maar op het moment dat je chemicaliën in de grond stopt, wel natuurlijk. Ja. Dus bij een woningbrand is het heel handig, want je kunt heel snel blussen. Maar bij de natuurbrand heb je er niet zoveel. Nou, we hebben net een hele droge zomer gehad. Dus ook de brandweermannen hebben gewoon drinkwater nodig. Anders in die warme pakken ga je dan ook. Nou, en deze is een beetje hetzelfde als de andere kant. Zie je? Dus weer een andere kleur heeft hij, zodat je weet wat de eerste straal is en de tweede straal. Maar dat is weer hoge druk. Weer transportslangen. Nou, dan zie je hier dat we bij storm moeten ook nog wel eens bomen wegzagen. Ja. Dan hebben we kettingzaag. Soms zien we ons wel eens het wegdek reinigen als er weer iemand olie verloren is. Nou, dat gebruiken we met deze. Soms is een brandje heel simpel. Dus dat is echt een afvalbak in de brand staat. Nemen we dat allemaal niet mee. Dan kun je gewoon een blusser meenemen en dan ja, spuit je hem uit. Ja. Nou, dan hebben we hier nog vuurzwepen. Want soms kom je met de auto echt niet bij een natuurbrand. En dan kun je zo'n stok op een zweep schroeven. En dan is het een heel eind lopen. En dan druk je gewoon met de zweep, maak je het vuur uit. Nou, dan heb je hier de manschappencabine. En hoeveel personen kunnen daarin? Nou, in deze auto passen er 6 achterin en 2 voorin, dus 8. Ja. Maar meestal ruk je uit met 6 en de rest gaat dan in deze auto erachteraan. Ja. En ik zie hier een hele grote lange buis de brandweer in gaan. Eigenlijk uit. Oh. Dat is, daar zit de uitlaat. Dat komt omdat je, tegenwoordig moeten we natuurlijk schoon werken. En we moeten ervoor zorgen dat onze brandweermannen, want als de chauffeur de auto start, dan blaas je al die uitlaatgassen hier de hal uit. En dan moet je dan ook weer nog je pak aantrekken. Dat is niet zo gezond. Nou Brent, wij weten genoeg. Wij kunnen gaan. Ja, nou veel plezier. Ja. Hoi. De brandende vraag is tot nu toe steeds door kinderen gesteld. Wij zijn ook heel erg benieuwd naar vragen van volwassenen. Van het eiland of van de wal. Is er nou iets, Terschelling gerelateerd, dat u heel graag wilt weten? Maakt u dan een filmpje van uzelf, horizontaal, want dat gaat beter op het beeld. En stelt u de vraag dan en dan gaan wij op zoek naar het antwoord. De Volkshogeschool heeft een opvolger voor Amarin Scheveke gevonden. Jacqueline Spendel. Wij hebben haar het een en ander gevraagd. Goed, nou ik sta hier bij Jacqueline Spendel. En die is de nieuwe directeur van Stichting Schielgewand, de Volksheren Squallen. Ja. Vertel, hoe ben je hier beland? Ja, ik kom oorspronkelijk bij Omroep Friesland vandaan. En op een gegeven moment dacht ik wil graag echt wat anders doen. Ja. Beetje de media ook uit. En toen ben ik eerst heb ik gewoon ontslag genomen en ik dacht ik moet gewoon even rust pakken. Wegwezen. En toen ben ik kreeg ik na een paar maanden een hele leuke klus in Overijssel voor de Vrijheidsexpress, 75 jaar bevrijding. Ja. Dat is natuurlijk door corona allemaal gecanceld. En tegelijkertijd hoorde ik dat Amarins weg zou gaan. En jij heb ik me eigenlijk spontaan aangemeld bij het bestuur van nou, dit lijkt me een geweldige baan. Ja. En eigenlijk hadden zij heel veel spontane aanmeldingen. Want iedereen die wil hier natuurlijk wel graag aan de slag. En graag wonen. En toen zijn er dus een aantal mensen uit die aanmeldingen hebben ze geselecteerd. En daar hoorde ik ook bij. Kijk. Uiteindelijk ben ik eruit gerold. Dus het was geen vooropgezet plan? Nee. Dat je dacht van als dat baantje vrijkomt, dan ga ik ervoor. Nee, maar ik had wel eerder gehoord van dat Amarins erover dacht om weg te gaan. Want ik ken haar ook via Iepen Up, wat zij dan presenteert. En toen dacht ik, nou ja, dat hoor ik dan vanzelf wel. Maar ineens ging het best wel snel. Ja. Dus toen dacht ik, dan moet ik ook even echt melden dat ik dit heel erg leuk vind. Ja. Was je echt Schellingganger al of is het nieuw? Ja, nou, ik kwam hier wel al. Niet met enige regelmaat, want ik kom ook wel op de andere eilanden. Want ze zijn allemaal op een andere manier heel mooi. Ja. Maar we waren wel in de zomervakantie toevallig in Terschelling geweest. En toen vorig jaar zei ik nog van, nou, je zou hier maar aan de slag kunnen. Ja. En een half jaar later was dat ook zo. Okay. Dat is wel gek, maar heel leuk. Heb je een partner die
Ja. En die, kan hij hier ook aan de slag? Of? Nou, dat gaat hij dus nog bekijken. Ja. Want we hebben ook twee kinderen. Okay. En onze zoon is al het huis uit. Die studeert in Wageningen. Okay. Maar onze dochter die moet nog 2 jaar naar school. Dus wij zijn een beetje aan het kijken van, ik woon echt hier. Ik ben ook helemaal ingeschreven hier. Maar mijn dochter en man wonen nog in Friesland. Waar wonen jullie? In Mantrum. Mantrum? Ja, dus okay. Tussen Sneek en Leeuwarden. Ja. En wij pendelen nu, zij komen in het weekend eigenlijk heel veel hier. En ze waren hier in de vakantie. En door de week ga ik sowieso voor mijn werk 1 dag naar de Wal. En dan ben ik ook nog even thuis met eten. En ja, dan gaan we maar kijken hoe dat bevalt. Ja. Dus dat is wel een beetje spannend. Heb je grote plannen hier? Of nou, moet het is, nog komen? Ik heb wel ideeën van wat er als aanbod bij kan komen. Bij wat we aan cursussen hebben. Waar denk je dan aan? Nou, meer de wetenschappelijke dingen. Dus eigenlijk echt, je hebt gewoon hele goede praters die goed veel onderzoek hebben gedaan. Ja. En het is heel leuk om daar wat meer van te leren. Dus ja, mensen die echt veel weten over het klimaat, maar ook over het eiland. Dus ja, er zijn hier natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die fantastisch kunnen vertellen over de geschiedenis van, nou ja, van de tigerstelling. Of die weer veel weten over de natuur. En die wil ik er eigenlijk wat meer bij betrekken. En ook ja, wat ecologen, biologen laten komen. En daar gewoon een mooi cursusaanbod mee maken. En dan ga je gewoon, daar kunnen mensen zich voor inschrijven. En ja, dan kunnen ze hier een weekend of een midweek naartoe, ja, om naar die sprekers te luisteren. Ja, met precies. Een bepaald onderwerp. Ja. En daarnaast is er, want we hebben heel veel cursusaanbod door het jaar heen. Veel creatieve cursussen met schilderen en tekenen en beeldhouden. Ook veel yoga-achtige cursussen. Dus er is ook wel behoefte, denk ik, aan een wat ander type aanbod. Zijn veel, dit is natuurlijk zo prachtig hier. Het leent zich echt tot tot rust en tot rust komen en wat coachingsdingen. Die zie je hier ook veel. Maar misschien is het ook wel leuk dat we wat andere soorten coaches er ook bij kunnen betrekken. Ja, precies. Dus, jullie hebben hier natuurlijk ook te maken met de corona crisis. Ja. Hoe gaat het hier? Dat is natuurlijk wel, net zoals voor iedere ondernemer op het eiland en ook in Nederland natuurlijk. Maar het is wel gewoon, je moet elke keer weer aanpassen. En wij gaan allemaal, het zal voor jou ook gelden, gaan allemaal gewoon echt een minder jaar draaien. Ja. En dat weet je ook. Toen ik hier eigenlijk aangenomen werd, was er helemaal nog geen corona. Nee. En toen was al lekker rondgetoeterd dat ik hier zou komen. En toen was het ineens, het is gewoon echt een probleem. Ja. Gewoon, ja, qua bezetting zitten we op de helft van wat kan. Oké, dus dat is best wel fors. Ja, dat is fors. En ik ben eigenlijk nog steeds wel cursussen ook aan het afzeggen. Ik heb een gemeente gebeld bijvoorbeeld. We hadden hier 4 zangcursussen gepland in oktober en november. En ik heb gewoon advies gevraagd van wat moet ik doen? Want valt dit onder die noodverordening? En toen zeiden ze ja, want alleen professionele zangers mogen wel zingen. Maar de cursussen, dat hoort daar niet onder. Dus ja, dat moet je helaas, dat kan niet doorgaan. Nee, dat valt onder het verbod. Hoe groot zijn die groepen dan? Nou, eentje was 40. 40 man. En het was echt een geweldige, leuke Friese club, Convention. Die komen hier met 40 tot 60 man. Ja, daar heb ik recent afgezegd. Nee, kan niet. En sowieso is het dan ook gewoon, dan zou je, want je kunt wel cursussen geven, maar wij doen alles nu gesplitst. Ja. Waar je vroeger iedereen in de eetzaal had, hebben we nu de ene helft in de ondereetzaal, de andere helft boven. En bij kinderkampers aten ze zeg maar in dit gebouw allemaal gescheiden van elkaar. Ja. Dus je hebt dubbel personeel nodig voor diner en ontbijt. Ontbijt is ook anders. Ja, dat moet allemaal uitgeserveerd worden. Hè. Ze mogen niet meer aan een buffet lopen. Nee, klopt. Dus dat hebben we niet meer. Je hebt een stuk geschiedenis bij de omroep ook, hè? Ja, klopt. Wat heb je daar gedaan? Ja, ik ben in 2006 daar gekomen als eindredacteur bij de Varia Radio. Dus eigenlijk alle radioprogramma's deed ik, behalve nieuws en sport. Okay. En de laatste jaren heb ik daar een projectmanagementbureau opgezet. Want we hebben natuurlijk ontzettend veel projecten daar draaien. Ja. Scootjes, Sealand, Vierhoeven, Kaatsen. Maar ook Culturele Hoofdstad hadden we ook heel veel projecten. Dat was natuurlijk een heel groot project. Ja, heel groot. Ja. Het was ook een geweldig jaar hoor, om te draaien. Ja. Zoveel leuke dingen gedaan en bijzondere voorstellingen. En en Stormruiter was daar toen nog bij. Dat was de slotstuk van. Ja, dat zijn forse voorstellingen geweest. Ja. Dus dat heb ik daar gedaan en ik heb daar ontzettend naar mijn zin gehad. Dat is echt leuk. Je gaat hier ook wonen, hè? Ja. Ja, ik woon er al. Oh, je woont. Hoe lang ben je begonnen? Ik heb 1 juli ben ik ingewerkt en vanaf 1 augustus ben ik officieel directeur. Dus Amarin is echt vertrokken met Ja. Want die woont nu in? In Leeuwarden. Oh, Leeuwarden. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, en die is hoofdredacteur geworden van De Moine.
Ah, dat is het? Dat is een Fries literair tijdschrift. Oh, oké, okay, wat leuk. Ja. Ja. Nou, dat past wel bij de... Ja, zeker. Ja. Mag ik jou heel veel plezier en succes wensen op de Schelling? En dankjewel. Dan komen we elkaar natuurlijk wel tegen, hè? Denk het dat ook. Dat snap je natuurlijk wel. Zeker. Kom binnenkort een keer bij je langs. Dat is goed. Oké, okay, nee, dankjewel. Dank. Vorige week zag u Arjan in gesprek met Joop Mulder over hoe het gaat met cultuur in deze gekke tijden. Deze week vertelt Joop over het Landschapsfestival. Vorige week hadden wij Joop Mulder te gast die ons bijpraatte over cultuur en corona en hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. Vandaag gaan we het even hebben over zijn projecten, Sense of Place. In 2023 ben je met mensen bezig naar het Landschapstriennale. Nou, eigenlijk dat hele verhaal, wat ik dus langs de kust wilde, de totale kust en ook Groningen. En uiteindelijk misschien ook wel door naar Duitsland en Denemarken. Maar in eerste instantie Friesland en dan Groningen. En Nederland is sinds een jaar of 7, nou ja, al langer geloof ik, is dan één keer in de 3 jaar is er de Landschapstriennale. Nou, die was in de Beemster en die was in Brabant en in nog een paar plekken. En Friesland heeft zich daarvoor ingeschreven vanuit de provincie samen met een club om zich heen. En toen moesten ze van alles op papier zetten en nou, toen op een gegeven moment, ja maar we hebben niks. Jawel, jawel, zeiden twee mensen, we hebben Sense of Place. Dus die hebben gewoon mijn verhaal daar ingeschreven, ingediend. En die hebben vervolgens het gewonnen, zeg maar. Ja, ja. Dus nu krijgen we in 2023 de Landschapstriennale. Die is gekoppeld aan het feit dat we dus in 2023 ook gaan beginnen met de versterking van de hele dijk. De dijk van Asserdijk tot aan Nieuwstaterzijl. Die wordt helemaal aangepakt. Er is meer dan 300 miljoen voor vrijgemaakt. En dat heeft alles te maken met de zeespiegelstijging. Met hoe gaan we met de zoet-zoutverhoudingen om? Hoe gaan we daarmee om? En daarin zitten dus ook de aspecten van het landschap. Nou, en die had ik al beschreven, die zijn er nu mee ingekomen. En nou gaat het dus, en ik ga er uiteraard best een grote rol in spelen, omdat ik de verhalen van de dijken allemaal al lang op papier heb staan en daar allerlei kunstwerk. Een heel mooi voorbeeld is als je nu kijkt, die dijk, hè, die dijk die wordt anders gebouwd. Vroeger was die dijk, die was echt, had je een harde dijk. En die dijk was aan de ene kant gewoon hard om de golf op te vangen en aan de andere kant moest hij de steun geven om te zorgen dat die golven nooit... En nu zeggen ze, ja, als die dijk doorbreekt, hebben we een heel groot probleem. Maar als we nu van die harde dijk een zachte dijk maken, en die zachte dijk die is veel meer, zeg maar, breder, maar bij hele zware stormen kan het water daar eventueel overheen. Dan heb je wel zout water in je polder, zeg maar gezien onze enorm prachtige gemalen verhalen, die... Als, we kunnen het zo weer terugpompen. Dus 4 dagen later is het allemaal weer terug. Hebben we nog even het probleem van de verzilting, maar dat lost zich wel weer op. En nou, dan ga je dus van een harde naar een zachte deken. Toen ben ik naar Wetterskip gegaan. En ik heb gezegd, nou jongens, moet luisteren. Ik heb een hele leuke kunstenares. En die gaat die zachte dijk vertalen in een icoon. En dat wordt dus nu Dijk van de Wijf. Dat is een 80 meter lange dijk in de vorm van een liggende vrouw. En in het noorden, al die dorpen, die zijn er helemaal verliefd op. En ik ben er al vanaf 2017 mee bezig om hem ook te kunnen bouwen. Ik heb dus al een aannemer, ik heb van alles en nog wat. En hij kan zo neergelegd worden. Maar Wetterskip zegt, ja, we moeten nog even wachten, want we moeten nog precies weten hoe we het nu in 2023 aangepakken. Dus ja, maar het wordt geen onderdeel van de dijk. Het komt voor die dijk te liggen, want het kan geen onderdeel van die dijk worden, want dan past het niet aan de... Dat kan niet, is er niet sterk genoeg voor. Dus ik kan hem daar toch gewoon neerleggen. En dan krijg je dus inderdaad zo'n ambtenaar die zegt van, nee, we hebben afgesproken dat we eigenlijk vanaf 2023 precies weten hoe we het hele traject aanpakken. Ja. En daar hoort dit bij, dus je moet even wachten. Ja. En denk ik, wat dus zonde. Kun je daarna nog een keer bellen en nog een keer uitleggen en dan krijg je toch weer hetzelfde. Zonde, dat is gewoon zonde. En dat is gewoon zo jammer dat hij dat dan er niet doorheen krijgt. Gaat het dan nog gebeuren, denk je? Tuurlijk komt het te liggen. Ja, houdt vol. Alle dorpen zijn er verliefd op. Het is al eigendom van de mensen uit het noorden. Het is ons dijk van de Wijf. Nou, daar gaat het op. Kijk, dat mensen het echt helemaal ook op die manier fijn vinden. Kunst heeft een enorme rol. En dan komen al die mensen van buiten komen kijken naar Dijk van de Wijf. Want iedereen wil er straks gaan zien. Het is een icoon
Nou, dat is het leuke samenspel. Maar dit is niet het enige onderdeel van die landschapstriennale. Nee. We hebben de terp van de Takkoms. Ja? In Bleia heb je... Vroeger waren er heel veel terpen. Ja? En al die terpen zijn afgegraven. Want die gezonde modder die werd gebruikt in het zuiden van Friesland en aan de rand van Drenthe. Om in die veengebieden en die zandgronden, ja, om daar gezonde grond te krijgen. Dus al die terpen waren weg. Maar het is onderdeel van het fenomeen van die omgeving. Dus zij wilden graag een buitendijkse terp gaan bouwen, maar eigenlijk gewoon een bult. En toen zei ik van ja, maar we gaan er toch iets moois van maken, ja. Nou, ik heb daar een collectief uit Rotterdam bij gehaald, een collectief van architecten en kunstenaars. Ik wil het, maar het moet ook een plek zijn waar je verhalen kunt vertellen, waar je mensen naartoe kunt halen om iets te doen. En het feit, want eerst was natuurlijk het Friese geer van ja, we gaan het niet buiten het Rijks doen. En Rijkswaterstaat ook. Ik zeg, ja, maar nu lopen ze door die hele kwelders heen. Nou heb je één punt, zeg je, als je daar naar boven gaat, kan je het allemaal prachtig zien. Kunnen we de rest beschermen. Maar je kan toch komen om te kijken hoe mooi die kwelder is. Nou, als we die combinatie maken en we kunnen daar leuke dingen organiseren. Dus nou wordt het de terp van de Takkomst. Maar de terp wordt van het dorp. En uiteindelijk Friese geer zegt van ja, wat een fantastisch. Hadden we nooit overdag gedacht, maar dat willen wij ook. Dus wij gaan hem onderhouden. Dus nou, wordt die ook gebouwd. We hebben geld gehad van het Waddenfonds. En dat heeft lang geduurd, maar nu gaat die ook echt komen. Dus we gaan volgend jaar beginnen. Je moet en dan 22 wordt die helemaal gebouwd en dan 23 moet die klaar zijn. En dan is dat ook weer een plek waarvan je kunt zeggen, nou is het mooi weer, kunnen we daar een kleine seminar of een kleine conferentie organiseren. Dan zit je midden in die kwelder, kun je goed zien waar we zijn. Nou, zo krijg je allemaal van dat soort iconen in het landschap waarvan mensen zeggen, mooi, en die vertellen de verhalen van dat landschap. En ga je ook nog iets op Terschelling daarmee doen? Kan Terschelling een onderdeel zijn van die landschapstriennale? Ja, zeker. We gaan sowieso verder met Oerel in gesprek. En ik weet dat Oerel op dit moment ook op een grote belanglijstje heeft staan om ook meer met het landschap te kunnen doen. Mm-hmm. Want dat landschap dat wordt steeds belangrijker. En dus die noem het maar mapping the landscape, breng het landschap in beeld en in kaart is natuurlijk al vanaf de jaren 90 aan de gang. En als je goed naar Terschelling kijkt, maar daar kun je ook hele mooie dingen mee doen. Dat je zegt, waarom moet het nu wel en waarom moet het nu niet? En hoe zit het dan? Want toen ik een discussie had met Staatsbosbeheer over het gebruik van hun terreinen, toen was een van mijn argumenten van, jullie zeggen altijd van, ja, maar dit is een natuurgebied. Maar de boeren en later jullie hebben alles zelf aangelegd. Er is bijna geen plekje op de Schelling te vinden waar de mensenhand niks in gewoeld heeft. Dus het is een samenspel. Natuur, cultuur en de mens. Dus wees niet zo stramien. Maar ga ook zeggen van, kom maar kijken hoe mooi het is. En als je mensen meeneemt aan de hand door de natuur, dan kun je zeggen van, dit is beschermd. En dat mogen jullie zien. Maar dan gaan mensen er ook van houden en dan beschermen ze zelf die natuur. Dus je moet de mensen mee verantwoordelijk maken voor die schoonheid van de natuur. En dat willen we op de Schelling eigenlijk ook meer. En natuurlijk, mijn oude droom komt nu weer bovendrijven. Want Siart, de nieuwe directeur, die zegt ook van ja. Hij zegt, eigenlijk zonde, we bouwen zulke mooie dingen. En dan moet het gelijk naar Oerel weg. Ja, Oerel is erbij, opruimen. Ja. Maar ik heb het gezien toen met die wilgetenen hier op de Noordzwaarder. Ja. Dat heeft de hele zomer gestaan. En de jongens van de toren die zeiden, Joop, je wil het niet geloven. Iedere dag zijn er meer dan een paar honderd man en soms meer dan 1000 mensen. En die komen lopen daar allemaal rond. En dan, nou, Peter, een van de vuurtoren was, die zei, dan loop ik daar en hoor je die mensen. En denk je van, mensen vinden het allemaal zo prachtig. Want ja, al die kleine visjes, al die dingen. Het was natuurlijk ook er groeide iets. En het was de snackbar voor de vogels. Want ja, er bleef van alles in hangen. En dan kwamen die vogels, die kwamen natuurlijk ook allerlei soorten vogels. Dat is normaal gesproken helemaal niet aan de hand daar. En dan zei Siart ook en zei van, ja, dat moet weer kunnen. Ik zei, ja, maar ik kreeg dus niet echt die kans. Mm-hmm. Maar misschien moeten we er toch helemaal opnieuw naar kijken. En zeggen van, jongens, laten we nou ook voortaan tijdens Oerel kunst maken. Die de hele zomer kan blijven. Dat mensen midden in de zomer ook gewoon een expeditie kunnen maken naar die mooie kunstwerken. Ja, dat vind ik dat Pannenland. Ik weet niet, dat ken je nog wel, dat Pannenland. Dat zie je nog steeds terug. Hoeveel jaar is dat wel niet geleden? Ja, precies. Dat is van de theatergroep Pistaki. Dat zijn ook die dingen die. En dat is het leuke, dat verzin je dan zelf. Ja. En dan heb je dan een kunstenaar, dan hou je erbij en nog wat bij. En dat is, want eigenlijk was het een voorstelling met dakpannen. Ja. En dat idee om die voorstelling van 200 meter een voorstelling te maken van 1,5 kilometer. Midden in het bos van Hoorn begonnen we. We zwierven uit en in één keer kwam het op het strand.
Nou, dat is de enige keer dat het zo gebeurd is, is op de Schelling. Maar dat komt omdat we onze eigen inbreng daarin hadden. Mm-hmm. De theatergroep vond het fantastisch. En Bruno Doelens, waar ik veel mee werk, die heeft gewoon op de universiteit in Amsterdam, in de afdeling architectuur woningbouw. En dan heeft hij gewoon met die studenten gezegd, hoe gaan we dit doen? Nou ja, en tot op een gegeven moment kwam natuurlijk zo'n Amerikaans begraafplaats met al die kruisen. Die was zo van, nou, als we dat met dakpannen doen, dan krijgen we dat beeld. Nou, dat was het ook fantastisch. En iedereen vond het geweldig. Dat had je eigenlijk de hele zomer kunnen laten staan. Ja, ja. We hebben toen meteen naar Oerel af moeten breken. Moesten we weg. Ja. Ja, maar zo kan het ook nog ooit eens een keer zo'n soort soort wigwamachtige constructie. Nee, dat was een posterend. Dat was van Walking. Ja. Dat was maanden daarna was dat een... Nou, weken daarna, want daarna begon hij in te zakken, geloof ik. Ja. Nee, maar dat was van Robert Wilson, ja. Amerikaan. Amerikaan die eigenlijk hoofdzakelijk heel erg bezig is met design en met opera. Dus die maakt die hele moderne opera's, maar die meer zijn gericht op vormgeving dan op muziek. Maar heeft ook het kostuum gemaakt van Lady Gaga. Hm. Bij die grote optreden van haar met die... hoe heet dat? Met die... baseball zou ik zeggen, die voetbal. Oh, de Super Bowl. Ja. Ja. En toen had ze zo'n waanzinnig heftig kostuum aan toen ze opkwam. En dat had hij ook ontworpen. En we hadden de voorstelling Walking. En dat, je begon bij de Wierschuur. Ja. En dan wandelde je over het hele eiland tot aan de Noordzee. Dus je ging van de Waddenzee naar de Noordzee. Maar ja. Je kwam 7 verschillende landschappen op de borstplaat tegen. Maar je moest heel traag wandelen. Je mocht vertrekken en dan als jij 50 meter ver mag, mocht de volgende vertrekken. Onderweg stonden cyposen om te zeggen, ja, afstand houden. Een prachtige coronavoorstelling. Oh, dat is wel prachtig. Maar en dan liep je zo, maar omdat je zo traag liep, ging je heel anders naar het landschap kijken. Ja. Ja, ik heb en dat was de ontdekking van het landschap voor mensen. En er waren eilanders die het ook gedaan hebben, die tegen mij zeiden van... ik heb nog nooit zo naar die omgeving gekeken. Wat fantastisch. Maar ja, er waren natuurlijk ook die zeiden... en moet ik hier een entree voor betalen? Ja. Dit doe ik iedere dag. Maar ja. Dat mag, dat is helemaal niet erg. Nou, Joop, ik vond het fijn dat je er even was. Ja. En je kan heel leuk geïnspireerd vertellen. En de cultuur blijft belangrijk, ook ja, voor absoluut, absoluut. Eilandencultuur, als je ziet, dat moet je ook niet onderschatten. Als je nu naar het behouden huis gaat... Ja. Zo prachtig. Het is zo mooi weer in beeld gebracht. Er zitten ook weer frisse mensen met nieuwe dingen bij de aard. Ja. Nou, en dat is zo leuk. En dan denk ik van, er is genoeg creativiteit op het eiland. Ik ben heel blij dat ik daar een belangrijke rol in speel. Maar er zijn nog veel meer leuke mensen. Ja. En dat vind ik ook zo de Schellings. Ja. Ik denk ook dat de Schelling wel het cultuureiland is. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Nou, hou die gedrevenheid, zou ik zeggen. En hoop op betere tijden. Maar ik hoor al aan jouw verhaal. Gewoon doorzetten. En ja. Vanzelf. Er gaan zeker binnenkort komen er weer dingen, worden weer dingen bekendgemaakt. Ik mag het nou nog niet uit verklappen. Oh. Maar dit is, in 22 hebben we namelijk het vervolg van Culturele Hoofdstad. Oh. En ik heb daar een concept van gemaakt. Maar dat moet eerst nog officieel gepresenteerd worden. Dus als ik dat hier ga zitten verklappen, dan krijg ik een draai in mijn oren. Nou, maar wel een heel klein beetje nieuws. Joop, bedankt. Oké, graag gedaan. En dan nu onze wekelijkse tip van Staatsbosbeheer. Deze week in de polder. Nou, voor de laatste keer deze zomer staan we met Remy te praten over de tip van de week van Staatsbosbeheer. We hebben een hele mooie serie gemaakt van allemaal bijzondere dingen in de natuur en op de Schelling te vinden zijn. Remy, wat hebben we deze week? Ja, deze week staan we even niet in de duinen. Nee. We staan eigenlijk aan het zuiden van het eiland, ja. Hier bij de Strieperkwelder. Ja, en daar gaat het gebeuren? Ja, wat hier gaat gebeuren is eigenlijk, je ziet vanaf deze tijd een beetje, dan komt de vogeltrek behoorlijk op gang. Ja. Dat betekent dat er echt massa's vogels naar het Waddengebied komen, naar het eiland komen. Ja. Die hier verzamelen om de trek naar het zuiden van Afrika, hè, naar het zuiden van Europa, dus Noord-Afrika, te ondernemen. Ja. Of die
de vogeltrek, dat ze zich niet als hier juist blijven. Dat ze vanuit het noorden, Siberië en zo, en dat ze hier komen overwinteren. En welke soort heb je het over? Ja, de rotgans, die komt hier overwinteren, die ken je misschien wel. Ja. Die zit wel eens in de polder. Die zien we wel eens in de polder. Ja, precies. Dat is mooi. Hij is genoemd naar het geluid dat hij maakt. Het is een hele lieve gans, het is geen rotgans. Nee, de rotgans. Voor de boer is de rotgans. Nou, ik moet zeggen, de rotgans zelf, die valt mee. Daar krijgen ze goede vergoeding voor. Okay. Grauwe ganzen zijn boeren over het algemeen vooral minder blij mee. Ja, precies. Ja, maar je ziet ze hier dan echt wel met duizenden verblijven. Ja. En die zie je vaak ook op het wat. En dan heb je met hoogwater, dan loopt het hele waddengebied onder. En dan gaan die vogels met elkaar groeperen. Er zijn een aantal plekken op het eiland waar ze dan eigenlijk vluchten. Waar ze heen vluchten, of verblijven, de hoogwatervluchtplaatsen. Ja. Je hebt op de Noordsvaarder heen, de bosplaat is een grote en hier is het kwelder. Dat is een plek waar je dan echt duizenden vogels. Dus we hebben rotganzen, grutto's, rosse grutto's, knoetstrandlopers, schooleksters, tureluurs. Nou, is een beetje de hele scala aan vogels. Dat die vormen. Ik zag net ook een clubje lepelaars nog. Lepelaars ook nog. Want blijven die hier of gaan die verder? Een enkeling blijft wel eens hier. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe zacht de winter is. Maar over het algemeen, ze broeden hier. Waar winteren die eigenlijk? Die broeden een beetje in Banc d'Arguin. Dus, Banc d'Arguin, dus Noord-Afrika. Oh, Noord-Afrika. Dus die hebben ook wel een mooi reisje voor de boeg. Ja, die hebben een behoorlijke reis voor de boeg. En dit is de broedplek. Op de bosplaat hebben ze gebroed natuurlijk, bij het waterplak. En nu gaan ze groeperen. En dan één deze dagen, dan gaan ze die kant op. Ja. Wat is het moment van de dag dat je de grootste kans hebt dat je de meeste ziet? Ja, dat is altijd een beetje kijken. Als je nu kijkt, je ziet hier hartstikke mooi, hè? Ja. Bloeiend keldergras, maar geen vogel te zien. Nee. Ja, in de verte, dus ik zag wel wat hoor. Ja, ik zag hier aan de achterkant ook wel een paar. Ja. Maar eigenlijk moet die komen 2 uur voor hoogwater tot 2 uur na hoogwater. Dus echt een periode dat het waddengebied behoorlijk vol loopt. Dan zoeken ze de hoogtes op omdat ze dan niet op het wat kunnen fourageren eigenlijk. Ja, dan is het gewoon een rustplaats. Ja, want lepelaars die fourageren gewoon ook met hoogwater, toch? Die pakken de fase tussen het echte hoogwater. Die zit een beetje, de slenken moeten volgelopen zijn. Ja. Want dan kunnen ze met die lepel kunnen ze het water verlepelen. Ja, zeven inderdaad. Maar echt hoogwater is gewoon ook te diep hoor. Dus dan gaan ze ook rusten. Ja, oké. De grutto's, waar zitten die in de winter? De bekendste hier. Ja, de grutto's die trekken ook allemaal naar Noord-Afrika. Mauritanië, die hoek zo. Okay. Ja. Nou, wil je dus overtrekkende vogels zien in allerlei soorten en maten, ga dan naar de Strieperpolder. En dan kun je ze 2 uur voor en 2 uur na hoogwater allemaal aantreffen. Yes. Super bedankt. Goed zo. En een leuke serie gemaakt. Doen we nog een keer toch? Doen we nog een keer. De schoolvakanties houden we erin. Goed zo, top. Dat was hem. En dit was het weer voor deze week. Heeft u nog nieuwtjes of andere dingen die per se in het journaal moeten? Stuurt u dan een mailtje naar info@terschelling.tv. En wilt u helemaal op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op Terschelling? Neemt u dan een abonnement op De Terschellinger en gaat u daarvoor naar www.deterschellinger.nl. Tot volgende week.